Goedenavond dames en heren. Het is de eerste editie van Op de Koffie Bij van Clip My Horse Nederland. We gaan de komende maanden zijn we te gast bij verschillende ruiters, bij verschillende stallen. En dit is dus de eerste editie. En vandaag zijn we te gast bij Team Nijhoff. En gaan we in gesprek met hun stalruiter Zoe Snels en met Jeanette Benedict Nijhoff. Eerst kijken we even naar een mooie impressie van het bedrijf hier. En voor alle kijkers via Facebook. U kunt ook zelf vragen stellen via Facebook. Dus dien zeker je vragen in. En dan is er voor de leukste vragen ook nog straks een mooie verrassing. Maar laten we even kijken naar een mooie impressie van de stal hier van Team Nijhoff. Op de koffie bij het nieuwe concept van Clip My Horse, waarbij we dus op bezoek gaan bij verschillende stallen. We zijn met Team Nijhoff, zoals we net al verteld hebben. En naast mij Zoe Snels en Jeanette Benedict Nijhoff. Ja, een interview Zoe over onder meer jou. Jouw ruitercarrière hier op de stal bij de familie Nijhoff. Maar laten we bij het begin beginnen. Vertel eens wat over hoe het voor jou allemaal begonnen is. Hoe ben jij besmet geraakt met het welbekende paardenvirus? Ja, daarvoor gaan we toch al wat aantal jaartjes terug nu. Toen ik 7 was, zat ik op de basisschool. Toen ging ik met een verjaardagsfeestje van een klasgenoot gingen we op de Menezes pony rijden. Dat beviel mij, dat leek me leuk. Mijn moeder kwam me ophalen daar, die vond dat ook leuk. En zo is zij op de Menezes paard gaan rijden. En toen ben ik een paar keer meegegaan. En dat beviel ook wel. Toen mocht ik zelf ponylessen nemen. En ja, zo ben ik toch wel beland met het paardenvirus. Ja, want van oorsprong kom je niet uit een paardenfamilie. Je vertelt net hoe jouw eerste contact met paarden was, maar hoe... Wanneer kwam je erachter dat het je goed afging, dat je talent hiervoor had? Ja, dat klopt. Ik kom eigenlijk uit een kappersfamilie. Dat is heel wat anders. Maar desondanks hebben ze me wel altijd gesteund om de paarden te doen. Ja, al vrij snel mocht ik galopperen in de paardenles eigenlijk, of in de ponyles. Dat is iets wat niet snel mocht eigenlijk, dat je los mocht rijden en mocht rondgalopperen op zo'n pony. Dus toen leek het al wel dat ik makkelijk kon zitten op zo'n pony. En het ging allemaal wel goed. Van die FNRS-wedstrijdjes gereden en dat ging goed. En uiteindelijk toch een eigen pony gekregen van mijn ouders. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. En toen zijn we steeds verder gegaan. Ja, toen de stap naar de paarden gemaakt uiteindelijk natuurlijk. En meteen in je jeugd heb je al hele mooie successen mogen behalen. Bij de paarden ook. Welke personen zijn hierin heel belangrijk voor jou geweest als jongen zonder paardenachtergrond om op die leeftijd al te kunnen pieken? Ja, dat is natuurlijk niet bij één iemand gebleven. Dat zijn er meerdere geweest. Dat zijn natuurlijk op de eerste plek mijn ouders. Die me altijd gesteund hebben en altijd gezorgd hebben. Ondanks dat we er allemaal geen verstand van hebben, dat we met het juiste materiaal en met de juiste kennis mee konden doen. En daarnaast de man Henk Salm. Dat is eigenlijk een leuk verhaal. Zijn vrouw kwam bij mijn vader in de kapperszaak. En zo zijn we een keer een lesje genomen bij Henk. Die zelf vroeger heel veel in de paarden heeft gezeten. De meeste mensen kennen hem ook wel, denk ik. Als ik op concours ben, is hij bijna altijd met me mee. Vooral vroeger. Nu is dat iets minder, omdat ik nu natuurlijk hier in het oosten zit en hij in Brabant. En daarnaast is toch ook toen de tijd Rinus Blom en Jacques Neefs die mij aan de eerste paarden hebben geholpen toen dat ik wedstrijden kon gaan rijden. Ja. Ja, en op jonge leeftijd begon ook jouw internationale carrière toen al. Een van de belangrijkste paarden in het begin was Dislux. Paard heeft jou mooie successen gebracht. Heeft er ook voor gezorgd dat je in de picture kwam op die leeftijd. Kun je iets vertellen? Hoe kwam je aan dit paard? Hoe is dat gegaan? Ja, dat is wel een grappig verhaal eigenlijk. Ik had toen een paar ponies en
Dat waren eigenlijk helemaal geen fijne ponies. Dat ging nooit goed. En toen hebben we toch maar een keer gezegd van... we gaan de overstap naar de paarden maken. En toen moest er een paard aangeschaft worden. Toen konden we kiezen uit twee bruine ruinen. Allebei 8 jaar. Allebei een luxe. De een heet Spetter. Die was 8 jaar en die sprong met Koen Leemans 1,30. En was een hartstikke fijn automatisch paard. Daar hadden we de keuze uit. En we hadden de keuze uit Dislux. Die was ook 8 jaar, was een ruin. En die sprong net een B rond. En ik kon hem niet uitzitten met uitproberen omdat hij veel te hoog sprong. En toen ging mijn voorkeur uit natuurlijk naar de brave 8-jarige die al ervaring had. Maar Henk Salm zei toen, je moet die andere nemen, want die is beter en die brengt jou verder. En uiteindelijk toch dat paard gekocht. Met dat paard veel afgezien in het begin. Veel vanaf gevallen en op een gegeven moment ook gedacht, waarom heb ik dit paard gekocht? Maar na 2 jaar een beetje aanklooien thuis en maar blijven proberen. Toch is het kwartje gevallen dat we een klik kregen samen. En vanuit daar zijn we junioren gaan rijden, nationale grote prijzen, jongrijders gaan rijden. Ja, met dat paard heb ik mijn eerste grote prijzen gekregen. Met dat paard is het allemaal begonnen. Dat is gewoon een apart verhaal, zo'n paard voor mij natuurlijk. Ja, dat heeft je dan wat dat betreft destijds op de kaart gezet. Maar jouw carrière bij Nijhoff is wat dat betreft nog veel belangrijker geweest. Maar hoe is dat in eerste instantie begonnen? Hoe ben je hier als jongen uit Brabant terechtgekomen in Geesteren? Ja, dat is natuurlijk ook weer via gegaan. Dat is door de dierenarts hier toen gegaan. Dat is Vic van Loon. Die ken ik. Vic is een Belg en... Die deed altijd al bij mij de paarden onderhouden voor de sport, dus Dislux. En toen had ik ook een andere, Mary Zorina heette die. Die deed altijd onderhouden voor de sport. En toen was ik 15 jaar, zat op de middelbare school en dan moest je een keer een werkstage gaan doen, 2 weken lang. En toen zei hij van, je moet eens naar Nijhoff gaan. En dat hebben we gedaan, 2 weken gedaan. Dat beviel heel erg, een mooie tijd, 2 weken lang. En toen moesten we nog een keer 2 weken op stage. En dan mocht je eigenlijk niet naar hetzelfde bedrijf weer terug. Maar na een beetje blijven pushen bij de leraren natuurlijk, mocht ik toch nog een keer terug naar Nijhoff. En zo zijn de eerste stappen gezet naar Nijhoff toe. Ja. Ja, Jeanette, dan komen we ook natuurlijk bij jou terecht. Want ja, daar kwam een 15-jarige Zoe hier binnen wandelen. Had je toen ooit kunnen denken dat dat die samenwerking tussen jullie beiden zo zou uit kunnen pakken in de loop der jaren? Ja, toen de tijd natuurlijk nog niet, want Zoe was pas 15 jaar en zo zei, die kwam stage lopen. Maar van het begin af aan was het natuurlijk een hele enthousiaste leerling die veel inzet toonde en ook talent bleek te hebben en hier zich als stagiaire heel goed ontwikkelde. En zo werd dat contact verder uitgebouwd en was dat voor beide partijen een mooie manier om met elkaar kennis te maken, die natuurlijk uiteindelijk al tot een hele lange relatie inmiddels leidt, maar die zo heel pril is begonnen. Voor, zoals je zoveel stagiaires krijgt, dat je niet weet hoe het uitpakt, maar met Zoe dat fantastisch heeft uitgelopen. Ja, en jullie zijn ook destijds natuurlijk al een vooraanstaande stal, een grote stal, internationaal. Hier is hier van alles gaande, dus als je dan binnenkomt, dan neem ik aan dat je onderaan de ladder moet beginnen. Maar hoe is het met Zoe gegaan, dat hij zich zo als eerste stalruiter heeft kunnen werken in de afgelopen jaren? Ja, in de tijd was natuurlijk toen Hanno Elleman onze eerste stalruiter. En Zoe heeft daar mooi mee kunnen lopen, ook veel kunnen leren, veel kunnen zien. En heeft toen een aantal jonge paarden onder zijn hoede gekregen. Daar zal hij zelf zo denk ik wat over vertellen. En zo langzamerhand toen hij daar heel goed mee uit de voeten kon en goede resultaten mee boekte, is dat uitgebouwd naar nog wat meer paarden. En had hij hele goede 4- en 5-jarige paarden waar hij het heel goed mee deed. En toen op een gegeven moment Hanno Elleman aangaf dat hij terugging naar Estland, toen was er voor Zoe de kans om daar in te schuiven. En toen is hij eerste stalruiter geworden. Ja, Zoe, je was pas 19 jaar toen je hier aan de slag ging. En zoals Jeanette zojuist ook vertelt, al redelijk snel daarna werd je hier de eerste stalruiter. Maar welke paarden zijn er voor jou nou belangrijk geweest in het begin dat je hier bij Nijhoff was om jezelf ook te kunnen bewijzen hier? Ja,
Ja, dat is op zich ook wel fijn en ook wel leuk om te vertellen. Toen ik hier begon natuurlijk, dan ben je tweede ruiter. Kun je mooi in de schaduw werken van de eerste ruiter. Je wist toen al wel een beetje met die hengsten, wat er altijd met, moet je met druk om kunnen gaan. En toen kon je eigenlijk al, kreeg ik ook eens een aantal 15 wedstrijdpaarden, jonge paarden waar geen druk op lag, hè, waar gewoon ruinen en merries. En zo heb je dan toch al ervaring op kunnen doen. En dat waren de eerste jaren echt voornamelijk 4 en 5 jaar ruinen en merries. Die waren voor mij heel belangrijk, want door die paarden kon ik mij bewijzen in de jonge paardencompetities. Toen bijvoorbeeld Ezinka was een Canterano Zilverstaar, daar won ik de GMB-finale mee als 4-jarige. Het jaar daarop kreeg ik Funiki, een Eldorado Lancelot, won ik een aantal 4-jarige competities mee in de zomer. Ik kreeg finalist Fortuna, daar won ik 4-jarige competities mee. Toen kon je al wel bewijzen van dat ik een paard op kan leiden meteen natuurlijk. En met die paard is het wel begonnen natuurlijk. Gewoon onderaan de ladder en ze zelf klaarmaken voor de wedstrijden. Ja. Ja, en vervolgens kreeg je dus een aantal ook dekhengsten onder het zadel. Waaronder bijvoorbeeld I'm Special, The Muse en Star Power. Dat zijn toch een beetje de paarden die in het begin van jouw carrière hier, die je al naar het hogere werk mocht gaan opleiden. Hoe is dat verlopen? En kun je wat vertellen over deze paarden, wat die betekenden? Ja, dat klopt. Ik kreeg in eerste instantie I'm Special. Ik weet nog wel, toen reek een paar nakomelingen hier op de hengstenshow van de hengsten. En Special liep hier toen met Walter Lely. En die bleef. En toen, op zondag is die hier altijd rustdag dan. En toen kreeg ik Special onder mijn hoede. Die mocht ik gaan rijden. Dat is natuurlijk een hele kans. Special was jong, maar werd al veel gepraat over. Omdat het zo'n aparte verschijning was. En heel apart gefokt. Dat was toch een van de eerste hengsten met zo'n pedigree, denk ik. En met die is het begonnen. Toen, dat leek goed. Ik had meteen een klik met dat paard. Het was geen automaatje, maar ik had een heel fijne klik met dat paard. Ik heb toen een mooie zomer met hem kunnen trainen. Veel landelijke concoursjes hier in de buurt kunnen rijden. Veel goed aan hem kunnen wennen. Toen hebben we de winter ingestart. Zijn we de GMB's gaan rijden met hem. Competitie hier in het noorden. Heel interessante competitie. Die won ik met hem, de finale. De weken na, of de 2 weken daarna, won ik meteen ook Den Bosch met dat paard. Dat was een eenmalige keer hengstenspringen. En dat, daar is mee begonnen met dat paard. Toen kreeg ik ook Alvaro mee. Van Nanning en van hier, een Calvaro Hardbreker. Daar heb ik toen ook aardig goed mee gepresteerd. En toen is Starpower na het vertrek van Hanno bijgekomen. Waarmee ik als jong paard, of hij was 6 of 7, won ik ook al een keer een jongrijdersproef mee. En dat is toch jong voor zo'n paard om dan al op zulke proeven mee te doen. En die twee hengsten, of 3 hengsten, zijn toch de eerste 3 belangrijke dekhengsten geweest die ik onder het zadel kreeg. Ja. Ja, en I'm Special, The Muse, die is er nog altijd. En die is ook voor zowel de hengsthouderij hier als voor jou als voor de sport belangrijk. Kun je I'm Special omschrijven als sportpaard? En misschien jij, Jeanette, zo direct als dekhengst? Ja, Special is voor mij een heel apart paard. De eerste echte dekhengst natuurlijk die ik heb om te rijden. En daarnaast voor... Het is een van de weinige paarden die ik toen kreeg. Dat was mijn eerste paard waar ik echt het gevoel op had, nou heb ik een crack. Dat paard dat galoppeert als een echte, dat paard dat springt met zoveel gemak over de hindernissen, zoveel instelling, wat ook echt belangrijk is, wat ook toch vrij uniek is ook met dekhengsten. Echt een sportinstelling heeft hij. Hij wil altijd alle 100% geven die hij heeft en liefst nog meer. Zo springt hij ook. Hij springt echt overtuigend altijd in het parcours. Hij is scherp, vermogen. Ja, alles wat je moet hebben in een hengst, dat heeft Special. En ik denk dat je net over de fokkerij van Special nog veel meer kan vertellen.
Ja, I'm Special de Muze was voor ons heel bijzonder. Met name natuurlijk door zijn genetische opbouw. Emerald en Nabab, Quelly Chin, Walnut de Muze. Allemaal merries en hengsten die eigenlijk louter uit incestgenen bestaan. Dus dat is eigenlijk wat je graag wil. Een hengst die in de vaderlijn en in de moederlijn prestaties heeft staan. En dat vertegenwoordigt hij natuurlijk. Dan heeft hij een mooie kleur. Het is een prachtig gezond paard dat ook nog iets goed springt. Dus dat is voor onze fokkerij natuurlijk een hele belangrijke pijler. En dat zien de fokkers ook, dat hele pakket samen, dat heel interessant is. En dat is natuurlijk soms een nadeel voor Zoe, omdat een hengst die veel gevraagd is in de fokkerij en veel moet dekken, dan ook een carrière moet combineren met sport en dekdienst. En zijn oudste nakomelingen, die lopen ook aan de sport. Dat lijkt ook bijzonder goed. Kun je die omschrijven? Wat is iets wat ze nou allemaal of veel gemeen lijken te hebben? De nakomelingen van I'm Special zijn eigenlijk nakomelingen die wat laat rijp zijn. Het zijn niet paarden waar je nou meteen met 2 jaar een vrijspringwedstrijd mee gaat winnen. Maar die als ze wat ouder zijn uitgroeien tot fantastische springpaarden met een hele goede instelling. En als je bijvoorbeeld van zomer het wereldkampioenschap in Lanaken ziet, dan is Special een van de hoofdleveranciers met nakomelingen. Dus met name als ze wat ouder zijn en onder het zadel ontwikkelen ze zich heel goed. Ja, Zoe, voor de familie Nijhoff is natuurlijk de dekdienst nummer 1 zaak. Jij als stalruiter hier hebt daar ook mee te maken. Je hebt er natuurlijk mee leren omgaan. Maar I'm Special, die komt nu op een mooie leeftijd. Heb je ook nog wel echte ambities met het paard in de sport? Hij heeft natuurlijk al mooie prestaties geleverd. Maar waar hoop je op het komende seizoen of de komende seizoenen? Ja, zeker hebben we ambities nog. Nu begint het pas. Hij begint nu op een leeftijd te komen dat hij volgroeid is natuurlijk. Hij is nu op zijn sterkst. Hij wordt 11 jaar dit jaar. Natuurlijk is het een belemmering af en toe dat hij zo populair is onder de fokkers. Dat is natuurlijk ook mooi. Maar ik probeer, hij is goed fit op het moment. Eerste grote prijzen weer gereden afgelopen weken. En ik hoop dat als ik deze reeks kan gaan voortzetten, dat we een mooie zomer vaste 2 en 3 sterren kunnen gaan rijden. En daarna toch mooi naar het 160 toe gaan werken. Dat is toch mijn doelstelling met hem. En dan hoop ik dat ik volgend jaar misschien een Milo mee kan rijden met hem. Op de NK voor senior. En dan, want de kwaliteiten zijn er. Ik ken hem nou goed genoeg. Ja, ik hoop gewoon dat we een 160 combinatie gaan worden en daarna hoop ik nog meer natuurlijk met hem. Ja, hele mooie ambities met I'm Special nog, maar je hebt er ook nog een aantal natuurlijk eraan zitten te komen. Waaronder 2 paar die dit jaar allebei 7 jaar worden, Hernandez TN en Highway MTN. Ook grote talenten. Toen ze een jaar of 5 waren, toen zei je al wel, ik kan niet wachten totdat ze 8 zijn. Nou ja, ze zijn nu 7, maar ontwikkelen zich nog net zoals dat je toen ook al dacht? Ja, zeker. Dit zijn ook 2 heel aparte paarden natuurlijk. Toen ze 4 waren, Highway had ik niet als 4-jarige en anders wel. Toen won ik al Jumping at the Learn met hem, de 4. Dat was gewoon echt een uitkijkpunt. Daar sprong je ook fenomenaal. Dan voel je al dat dat paard vermogen heeft en snelheid heeft. Als 5-jarige kreeg ik ook Highway erbij. Highway ook heel uniek in zijn kwaliteit. Maar weinig paarden die zo scherp zijn als dat paard en zo'n vechtersmentaliteit in de ring hebben. Maar de doelstellingen en de instellingen zijn nog precies hetzelfde. We zijn mooi op schema. We springen allebei internationale wedstrijden mee. We springen altijd 9 van de 10 keer mooie nulrondes. We zijn goed op weg nog steeds. Ze worden nu 7. Ze zullen aankomende zomer 1,40's gaan springen langzaamaan. Daar willen we naartoe werken. En dan verwacht ik waarschijnlijk ook om ook weer gewoon met de Blom Cup mee te doen. En dan hoop ik me ook weer te kwalificeren voor het WK met die paarden. Ja, ook met zowel dus Hernandez als Highway een mooie toekomst nog tegemoet. Maar met
allebei al hele mooie resultaten behaald. Met Highway in het bijzonder ook al de hengstcompetitie afgelopen jaren op naam geschreven. Dit jaar heb je vooral je gefocust op de internationale jonge paarden rubrieken met Highway. Mijn informatie heeft hij afgelopen jaar geen één springfout gehad op internationaal concours. Wat zijn je verwachtingen van dit paard ook nu met het 7-jarige seizoen eraan zitten te komen? Ja, oké, hij is nu nog 7, dus je kunt nog niet zeggen van we gaan grote prijzen rijden of wat dan ook. Maar ik wil hem gewoon rustig doorgaan zoals we nu bezig zijn. Op internationaal lijkt het ook heel goed. Hij is 3 dagen safe, hij houdt 3 dagen makkelijk vol. Je kunt ook winnen met hem, dat is ook belangrijk. Ik ga gewoon rustig door zoals we nu bezig zijn met hem. We rijden mooi, ik denk dat ik hem van de zomer richting de Blom Cup weer toewerk. En dan richting Lanaken. Daar hebben we afgelopen jaren een keer overgeslagen met hem. Gewoon puur bewust, hè. Hij is 6. Het is een heel uniek springpaard. Als je daar niet voorzichtig mee omgaat, heb je ook snel dat het mis kan gaan. Hij heeft nu mijn vertrouwen, ik heb zijn vertrouwen volop. Dus van de zomer ga je zeker nog wat horen, ook in de dikkere proeven voor 7-jarigen. En dat is hetzelfde met Hernandez. Hernandez is goed op weg, springt er net zo makkelijk over. Ik denk op de internationale wedstrijd heeft hij net zoveel nul gelopen als Highway. Ik kan me geen dag voorstellen dat ze een fout hebben gehad, die 3-4 keer dat ik ze mee heb gehad. En daarin zijn die twee paarden toch wel heel uniek, denk ik. Ja, en in het geval van Highway, ook een nakomeling van Eldorado van de Zeshoek. Natuurlijk voor jullie hier ook een hele belangrijke hengst op de hengsthouderij. Jeanette, wat heeft Highway nou meegekregen van zijn vader? En wat hebben Eldorado nakomelingen in het algemeen in gemeen? Ja, ik denk dat Highway ook met name de instelling, de wilskracht, het eroverheen willen, de hardheid, dat hij dat met name van Eldorado mee heeft. In zijn type lijkt hij misschien wat meer op de vader van de moeder, Shirlano. Heartbreaker en Grand Dorado zijn beide nog wat grotere, langgeleidere hengsten. En Highway is een wat scherper model. En voor de fokkerij, ook neem ik aan een hele interessante nakoming van Eldorado. Eldorado die hier zelf natuurlijk nog volop de dekking staat. Maar Highway dan wat dat betreft een variant op zijn vader. Jazeker, dat is ook mooi dat je de fokkers zo'n soort diverse hengsten aan kunt bieden. Waar de een wat groter is en wat meer formaat heeft. En waar de ander wat scherper en wat luxer is. Dus afhankelijk van de fokmerrie die de fokker dan aanbiedt, kun je kiezen voor de ene hengst of de andere hengst. En blijf je genetisch toch een beetje in dezelfde bloedlijnen. Dan kun je zeggen van nou, jouw merrie heeft wat meer formaat nodig of jouw merrie heeft wat meer scherpte nodig. En dan kun je een keer kiezen tussen zulke soort hengsten om dat aan te bevelen aan de fokkers. En dan heb je een breed palet aan variatie met Eldorado en zijn nakomelingen. En natuurlijk de andere hengsten ook daarnaast. Maar met name dan de verschillen en de overeenkomsten. Tussen die twee kun je daar mooi naar voren laten komen. Ja, zo. De meeste voor de hand liggende hengsten wat dat betreft die jij nu in de sport uitbrengt, hebben we besproken. I'm Special de Muse, Highway, Hernandez. Maar er zit ook weer jong talent, neem ik aan te komen. Wat zijn nou paarden dat je zegt van hou die maar in de gaten. Dat zijn er over een paar jaar, kunnen die er zomaar staan? Ja, zeker. Wordt hier natuurlijk continu nieuwe paarden aangeschaft om alle fokkers en mij ook tevreden te houden natuurlijk. Ik denk dat Cantona, de afgelopen jaar aangekocht, die wordt nu 6 dit jaar. Dat lijkt heel goed. Een heel bloederig paard. Scherp, springt er makkelijk over. Ik denk dat wel een paard is wat zeker verder kan doorstromen. En daarnaast hebben we een paar, ik denk, extreem goede 4-jarigen ook weer. Ik denk, toen hadden we de tijd van Hernandez en Highway als 4-jarigen. Dat leek echt goed. En ik denk dat we weer 2 van zulke hebben. En dat zijn natuurlijk Clasico en Poco de Mariposa. Dat twee totaal verschillende hengsten van elkaar. En allebei met extreem veel kwaliteit. Als je net Zoe die noemt, dus een paar van die talenten. Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie iedere keer weer die nieuwe aanwas hebben voor jullie hengstenstapel? Dat is natuurlijk ook een beetje het métier van mijn vader en Henk om continu hengsten te scouten,
die weer in aanmerking komen om onze hengstenstapel te complementeren. En dat is overal rondkijken op hengstenkeuringen, op voorkeuringen, bij fokkers, met contacten, om elke keer maar weer op pad te gaan om dat nieuwe talent te vinden. En je gaat 100 keer op pad en je vindt niks. En de 101ste keer heb je weer een voltreffer. Dus dat is continu blijven kijken naar wat er interessant zou kunnen zijn aan nieuwe bloedlijnen, aan goede paarden. De lat ligt natuurlijk hoog. Het moet altijd een fantastisch springpaard zijn. Maar daarnaast is natuurlijk de vader, de moederlijn, een variatie op de bloedlijnen die we al hebben. En om dat te proberen te vinden. Het liefst niet op een hoofdkeuring alleen, want dat is natuurlijk moeilijk. Maar als je van tevoren al een paar keer hebt gekeken en goed hebt rondgekeken, dan heb je al een idee van wat het aanbod is. En daar hoop je weer wat nieuws uit te kunnen vinden. Ja, jullie proberen je huiswerk dus al op voorhand heel goed te doen. Maar het moet ook wel, hè? Je moet, als je jonge hengsten wil en jonge hengsten die ook voor de fokkerij en voor de dekkerij interessant zijn, Dan is dat toch, lijkt me lastig, ook omdat jonge hengsten, zeker in de springrichting, toch soms wat minder dekken op dit moment. Hoe krijg je ze dan toch zo toch populair, dat het toch wel de moeite waard is om iedere keer weer de jonge hengsten mee tevoorschijn te komen? Het is lastig, want de fokkers willen ook elke keer wat anders. Liefst niet twee of drie keer dezelfde hengst, maar elke keer een andere hengst gebruiken. Dus het is goed dat je elke keer ook wat anders aan kunt bieden. Wij zijn natuurlijk ontzettend sterk in ons fokadvies. Mijn vader en broer doen eigenlijk niet anders dan fokkers adviseren met welke merrie bij welke hengst. Kijken wat de beste aanparing is, wat ze in het verleden hebben gebracht, wat de familie doet. Dus elke keer maar weer zorgen dat die selectie van hengst en merrie het beste veulen voortbrengt. En daar zoek je elke keer weer de nieuwe hengsten bij. En dat lukt ons wonderbaarlijk goed. Natuurlijk ook omdat de hengsten toch altijd in de sport lopen, dat de fokkers nationaal en internationaal goed kunnen volgen, zodat ze ook goed kunnen zien dat ze alsmaar goed presteren. En dan natuurlijk onze service daaromheen als EU-station, dat je altijd het sperma op tijd levert, dat het ook in het buitenland en in Nederland op tijd aankomt en dat de merries drachtig worden. En zo is de cirkel dan weer rond, dat iedereen tevreden is en dat je een goed netwerk opbouwt tussen merriehouder en hengstenhouder, want je hebt uiteindelijk elkaar daarbij nodig. Ja, en dan blijft het natuurlijk lastig, want men zegt wel eens, een dekhengst die mag nooit een mindere dag hebben. Een hengst wordt namelijk nogal snel veroordeeld. Hoe gaan jullie hier allebei mee om? Zowel voor jou als Jeanette als hengstenhouder en voor Zoe, voor jou als ruiter. Voor ons is het soms best lastig, want een hengst moet natuurlijk altijd pieken. Die mag eigenlijk nooit een slechte dag hebben. Voor mijzelf maakt het niet zoveel uit. Dan mag die best een keer een fout hebben. Maar dat wordt natuurlijk door de fokkers al gauw gezegd. Oh, heb je het gezien? Hij had een fout of hij had een keer een mindere dag. En als een merrie of een ruin dat heeft, dan is dat niet zo heel erg, want dan wordt er overheen gepraat. Maar als een bekende dekhengst een keer een mindere dag heeft, dan is dat al gauw een negatief iets. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. Want zo'n paard moet ook opgeleid worden. En die kan ook een keer een dag zijn dag niet hebben. Dus het is, wij geven ze gewoon de kans en proberen altijd naar iets moois toe te werken. Zodat ze wel richting een piek kunnen komen. Maar het belangrijkste is dat ze het hele jaar door goed presteren. En dan met name toe naar een aantal belangrijke evenementen. Ja, zo, die belangrijke evenementen, daar komt het ook op jouw pad uiteraard, op jouw bordje. Hoe ga jij met die druk om? Dat moet toch wat druk met zich meebrengen, dat je daar met die hengsten aan start komt. Zeker. Hoe kun je daarmee omgaan? Gelukkig heb ik zelf niet heel snel last van dat ik daar anders van ga worden of zo. Ik blijf mooi rustig. Ik krijg gelukkig van de eigenaren ook niet te veel druk opgelegd. Ze weten hoe het spelletje in elkaar zit. Over het algemeen zijn het jonge paarden die nog altijd in opleiding zijn. Maar daarentegen hebben we ook al wel een paar keer kunnen laten zien dat we weten wat we doen. We blijven mooi rustig op de momenten dat kan. En we werken ze naar de piekmomenten toe, die er toch een aantal zijn, zoals een jumping uit de leur, een blomcup, in Geesteren de jonge paardencompetities. En dat zijn allemaal competities tijdens het dekseizoen. En dan
als wij daar naartoe werken en we zorgen ervoor dat de jonge hengsten daar goed springen, levert dat ook weer extra dekking op. En ik denk dat dat eigenlijk tot nu toe elke keer nog heel goed uitpakt. Ondanks, ze zeggen al, hoge bomen vangen veel wind. We hebben toch eigenlijk elke keer hengsten die aardig populair zijn de laatste paar jaar. Er wordt altijd naar gekeken. En tot nu toe kunnen we ze op de meeste piekmomenten nog altijd goed laten springen. Dus de druk is er, maar hij neemt het niet over. Ja, we krijgen gelukkig ook vragen van de mensen thuis via Facebook. En een van de vragen die hier wel mooi op aansluit is misschien... hoe houden jullie je paarden fit en tevreden? Zeker ook met wat je net ook vertelde, het dekseizoen, de sport. Ja, fit, daar zijn ze, want ze zijn allemaal gezond. Dus dat is nog niet zo moeilijk, maar het is vooral dat stukje in het hoofd natuurlijk. Vooral bij de dekhengsten, het zijn allemaal egootjes. Dat is stuk voor stuk, het zijn daar moet je mee leren omgaan. Er moet wederzijds respect zijn voor ze en je moet ze vooral happy houden. Ook met dekseizoen, mensen onderschatten vaak hoe zwaar dat is voor sommige hengsten. En dat houdt in heel simpele dingen. Ga af en toe een keer lekker met ze naar het bos. Gewoon een keer een dag gewoon alleen stappen over de weg of wat dan ook. Een keer grazen met ze aan de hand. Het is vooral, de hengst moet het voor je willen doen. Heb ik geleerd in de afgelopen paar jaar. De kwaliteit is er, dus springen, dat is geen probleem. Ik moet gewoon zorgen dat hij het wil doen voor mij. En fit houden, ik heb denk ik een heel goed stel mensen om me heen. Hele goede grooms op stal. Die mijn paarden op en top uit laten zien. Ze blinken altijd. De hoefsmeden zijn belangrijk, de dierenarts is belangrijk. En ik denk dat we dat goed voor elkaar hebben om ze zo op elk piekmoment te kunnen laten pieken. Ja, ja, dat systeem dat is toch al jarenlang een succes. Het systeem wat jullie hier bij Team Nijhof hanteren. En dat heeft ook al heel veel tophengsten opgeleverd. Als je nou die tophengsten eens op een rijtje zet, wat zijn nou paarden die voor jullie er echt in het loop der jaren uitspringen en echt belangrijk zijn geweest? Ja, dat is natuurlijk in de tijd begonnen met Voltaire, die belangrijk is. Daarna kwam natuurlijk Burggraaf, Calvados, Concorde, Cocktail, Heartbreaker, Larino, Lord Set. Er is een hele rij van hengsten die eigenlijk al nog steeds heel bekend zijn, die voortrekker zijn geweest in het traject van nu. En die ook toen bewezen hebben dat ze fokkerij en sport goed combineren kunnen. En wat die hengsten zelf kunnen, dat ze dat ook kunnen doorgeven aan hun nakomelingen. En die weg is toen ingezet en die volgen we nu eigenlijk nog steeds. Ja, op het scherm zien we hier een 29-jarige Heartbreaker. Hij wordt dit jaar 30 jaar. Is toch ook een van de hengsten die jullie nog altijd... Die heel populair is, jullie heel beroemd maakt, denk ik ook wereldwijd, hè, Heartbreaker? Ja, Heartbreaker is eigenlijk een beetje een filmster. We krijgen nog regelmatig fokkers die graag met hem op de foto gaan. Maar het is in ieder geval een hele belangrijke hengst. Heartbreaker en Clinton waren natuurlijk de opvolgers van die hengsten die ik net noemde, die heel veel betekend hebben, die nu nog in heel veel pedigrees een belangrijke schakel vormen. En Heartbreaker was natuurlijk een fantastisch paard, wat en in de sport super gepresteerd heeft. En in de fokkerij, dus die had je nooit willen missen. En met de ontwikkelingen van nu krijgt hij nu nog weer nakomelingen door het ICSI gebeuren. Dus je zou bijna zeggen dat hij onsterfelijk is. Maar het is in ieder geval een geweldige hengst. En als je hem ziet ook op dat filmpje, een topfitte hengst die er nog heel strak bij staat. En de 30 jaar geef je hem zeker niet. Ja, een uithangbord voor jullie als hengsthouderij. Een ander uithangbord is uiteraard de afgelopen jaren Verdi. Misschien wel de succesvolste sport- en fokhengst van dit moment. Hadden jullie ooit durven dromen dat Verdi tot zo'n succes zou uitgroeien? Ja, dat kun je natuurlijk van tevoren nooit helemaal zo zeggen. Maar Verdi leek vanaf het begin aan toch best wel heel apart. Ik weet dat bijvoorbeeld mijn broer er altijd stapelgek van was. Al als driejarige bij de goedkeuring in de verrichtingstest. Hij heeft hem altijd ondersteund. Heeft als vierjarige met Van der Vleuten al gewonnen. Heeft het
al die jaren goed gepresteerd. Was als zevenjarige al Nederlands kampioen. Heeft toen al, zeg maar, toen hij net nog geen acht was, al zijn eerste grote prijs gelopen. En dat houdt hij inmiddels al 9 jaar vol. Ik denk dat dat heel uitzonderlijk is. Dat had je misschien toen niet helemaal durven zeggen, maar natuurlijk wel durven dromen. Maar dat het zo apart is uitgelopen tot wat hij nu allemaal heeft gedaan, dat wist je natuurlijk van tevoren niet. Dat is ook een unieke. Ja, en daarnaast, behalve zijn sportcarrière, dat hij dat ook met het dekken zo goed heeft kunnen combineren. Dat moet voor jullie als bedrijf ook heel belangrijk zijn geweest. Dat is natuurlijk als hengstenhouder heel erg fijn. Als je een hengst hebt die heel goed sperma heeft, wat je goed kunt invriezen. Zodat je op de momenten dat die hengst niet in vers sperma beschikbaar is, dat je ook de medisch nog kunt insemineren met diepvriesperma. Zodat hij toch gedurende het dekseizoen altijd goed beschikbaar kan blijven. Dat is voor de fokkers fijn en voor ons ook fijn. Dus dat is een ideale combinatie van vers en diepvriesperma, wat voor deze hengst heel goed werkt. En met Ferdy natuurlijk uitzonderlijk. Want er zijn volgens mij zijn er weinig tot geen hengsten die die combinatie maken van dekken en sporten. En Ferdy leidt daar niet onder. Die kan dat heel goed combineren. Ook mede namens het fantastische management van het team van de Vleuten. Maar dat is geweldig. Ja, nou, hij betekent natuurlijk voor jullie als bedrijf heel veel, Ferdy. Maar ik neem aan dat het toch voor jullie persoonlijk ook wel een paard is wat een speciaal plekje heeft gekregen. Ja, dat is uiteraard heel speciaal. Voor ons is het natuurlijk, je gaat naar de Olympische Spelen met je hele familie in Londen. Je gaat vervolgens naar een wereldkampioenschap in Cannes, naar een Europees kampioenschap in Aken. Dan nog weer naar de Olympische Spelen in Rio. Waar bij die beide Olympische Spelen dan Ferdy 3 keer een nul rondje neerzet voor jouw land. Dus eigenlijk de beste prestatie meelevert. Dat is kippenvel. Dat ga je misschien nooit meer meemaken. Maar om dat mee te maken, dan heeft ook zo'n paard een speciaal plekje in je hart en in je familie en op je bedrijf. Ja, en een paard als Ferdy is in principe onvervangbaar en kan ook bijna niet overtroffen worden. Maar de onvermijdelijke vraag: hebben jullie het gevoel dat er misschien nog wel weer een paard van eenzelfde kaliber in jullie huidige hengstenbestand kan zitten? Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen, maar daar gaan we natuurlijk van uit. Maar hoe een hengst zich ontwikkelt en of dat allemaal lukt, dat weet je nooit. Dat weet niemand. Maar met een Hernandez en een Highway weet je nu in ieder geval met 7-jarigen dat het al een heel eind de goede kant op gaat. En hoe ver de goede kant, dat weet je niet helemaal. Maar dat lijkt in ieder geval heel veelbelovend. Ja, en als het zo blijkt dat er een paard met zulk talent ook weer bij zit, ook op de langere termijn, krijgt Zoe dan de kans om met dat paard naar dat allerhoogste niveau door te groeien? Uiteraard krijgt Zoe die kans. Als dat zou lukken, dan krijgt hij die kans. Maar we hebben bijvoorbeeld nu ook een Grand Dorado die met Willem Greven wereldkampioen is geworden, die ook die potentie heeft. Dus dat is een mooie combinatie met zo'n ruiter die zoiets doet. En Zoe, die voor de hengsten die hier thuis staan, die kans zeker krijgt. Want dat is voor ons natuurlijk het mooiste, dat je je hengst hier dichtbij hebt op je eigen bedrijf. Dat dekken en sporten kunt combineren. En Zoe die het talent en de ambitie heeft om zoiets te willen doen. Dus wij hopen dat zeker gaat lukken. En dat we dat nog heel lang volhouden samen. Ja, ik kreeg nog vraag van de mensen thuis. Jullie hebben al zoveel successen geboekt met jullie paarden, maar wat is voor jullie nou nog echt een droom? Iets wat op het lijstje staat om ooit te mogen behalen met een van jullie hengsten? Nou goed, je hebt al veel gehad. In het begin is natuurlijk Olympische Spelen je droom. Nou, dat hebben we al in Athene met Idokus en Clinton mee mogen maken. En weer met Ferdy en Johnson. Dus dat is natuurlijk een geweldig iets. Dat is iets heel aparts en heel bijzonders. Maar alle mooie evenementen dat Ferdy een Global Champions Tour finale wint, is ook fantastisch. Dus er zijn diverse evenementen die mooi zijn. En ik denk dat het totaal succes altijd mooi is van hengsten die goed sporten,
maar die ook goed fokken, die dat doorgeven, zodat alle fokkers en eigenaren en handelaren in Nederland er ook geld aan verdienen. Dat het een succes is die je met iedereen kunt delen, waar veel mensen van kunnen genieten. Dat is eigenlijk het mooiste succes, dat je misschien over 100 jaar onsterfelijk bent met een hengst, die mensen dan nog weten wie dat is. Ja, prachtig streven, prachtig ook droom uiteraard. Voor jou een droom, zo heb je ooit eens aangegeven, maar ik denk een jongensdroom voor iedere springruiter, de Olympische Spelen. Is dat nog steeds een droom? Ja, zeker. Dat is nog steeds een droom. Als je die droom niet hebt, dan ben je ook geen sporter, denk ik. Of die droom ooit waar gaat maken, dat weet je niet natuurlijk. Je bent zo goed als je beste paard is en zo goed als je op dat moment bent. Maar de droom om dat ooit te mogen rijden, dat zeker. Maar we gaan eerst maar eens, zoals we nu bezig zijn, mooi verder. Op 2- en 3 sterren concours en dan hopelijk met special en de andere 7-jarigen richting het 1,60 door te gaan. En dan maar de dromen weer proberen waar te maken. Ja, want je bent inmiddels al bijna 6 jaar in dienst bij Team Nijhoff. Ook iets wat op zich best bijzonder is. Hè? Veel stalruiters die zijn op een stal een aantal jaar. Dan gaan ze weer verder. Dan wisselen ze een keer. Beginnen ze voor zichzelf, et cetera. Maar jij bent hier al een heel aantal jaar. Hoe komt dat? En hoe zie je je toekomst weer voor je bij Team Nijhoff? Ja, hoe komt dat? Dat is heel simpel. Ik heb het gewoon naar mijn zin. En ik denk dat dat wederzijds is. Ik weet heel goed wat hun willen. Hun weten heel goed wat ik wil. En zo kunnen we elkaar mooi aanvullen. Als je een hengst die je krijgt, weet je dat je kwaliteit hebt. Dus je hebt altijd een goede onder je kont. Ik zie het gewoon. Dit is zoals het nu is. En daar gaat momenteel niks aan veranderen. En voor jou in de toekomst, het bedrijf blijft natuurlijk, of tenminste zoals het nu uitziet, blijft het nog een heel poosje doorbestaan. Zie je ook op de echte lange termijn jouw rol hier bij Team Nijhoff weggelegd? Ja, denk ik wel. Zeker nog. Ik kan nog een aantal jaar mee, gelukkig. In de paardensport kun je lang mee. Het lijkt er nog allemaal op dat alles zo mooi door blijft gaan. Fijne paarden, elke keer komt een nieuwe toekomst. Elk jaar heb je weer een nieuwe jonge paard wat erop lijkt. Volgens mij ziet de toekomst er nog heel goed uit hier. En ik ben nog zeker niet van plan om daar een wijziging aan te brengen. En Jeanette, hoe als jullie kijken naar hoe de paardensector toch continu natuurlijk verandert. De sport verandert, de fokkerij wordt op heel veel fronten anders. Professionele fokkers misschien sommige zonder opvolging, andere die juist heel fanatiek blijven. Hoe gaan jullie hiermee om? Wat voor visie hebben jullie op deze toekomst als Team Nijhoff? Ja, het belangrijkste is natuurlijk, je bedrijf hangt en staat met de kwaliteit van je paarden. En in ons geval dan van je hengsten. Dus je moet gewoon zorgen dat je vooraan in die markt blijft. Dat je goede hengsten hebt die goed presteren, die goed fokken. Dus je moet de lat hoog leggen, zelf scherp zijn, selectief zijn. Zodat je hengsten aanbiedt waar je achter staat. Zoals we straks al zeggen, zo'n rijtje van hengsten die gewoon ook als stempelhengsten worden. Dus de ambitie hebben en de macht hebben om dat in de markt te zetten. En ik denk dat je dan ook vooraan mee blijft doen. En dat is onze kracht door goede hengsten aan te bieden. Door een goede samenwerking met de fokkers. Door goed advies, hoor en wederhoor met zo'n fokker om ze daar het beste aan te bieden. En tot nu toe werkt dat heel prettig voor de fokkers en voor ons. Zoals we straks al even aankaarten, mensen die kinderen hebben van Hartbreker en Clinton en Eldorado of Voltaire en Burggraaf in de moederlijn, die zijn daar hartstikke blij mee. En zo hoop je keer op keer dat daar nieuwe hengsten bij zijn en dat je de nieuwe fokkers daarin kunt adviseren en kunt bijstaan. Sommigen laten zich niet alles vertellen, anderen nemen goed advies. Dus het is voor ons echt belangrijk om dat goed aan te sturen. Ja, want hoe beter jullie hengsten ook aangepaard worden, daar plukken jullie zelf ook de vruchten weer vanaf, neem ik aan later. Ja, dus iedereen is gebaat bij een goede nakomeling. Dus als de fokker een goede nakomeling heeft, is de fokker blij, kan die hem duurder verkopen.
Wij zijn blij, want zo'n paard presteert internationaal of nationaal goed in de sport. Dus daar is iedereen bij gebaat. En wij zijn natuurlijk helemaal aan het begin. Dus voor ons is het heel belangrijk als hengstenhouder om die goede jonge hengst in de markt te zetten, die later een stempelhengst wordt. En dat weet je nooit helemaal van tevoren. Maar die selectie kun je heel snel maken door je hengst goed te testen, de nakomelingen goed te bekijken, de gezondheid goed in de gaten te houden en zo elke keer de goede selectie te maken van de juiste hengst te behouden. Ja, tussendoor krijgen we weer mooie vragen van het publiek. U kunt natuurlijk die vragen blijven insturen via Facebook, want we zijn hier nog wel eventjes. Duurt niet zo lang meer, maar wees snel met een prangende vraag. Eentje is, Zoe, op welk paard zou je ooit nog een keer willen rijden? Die vraag is mij een tijdje geleden ook al gesteld. En toen heb ik nog steeds hetzelfde antwoord op. Dat is H&M All In van Peter Frederiksen. Dat paard heeft zo weinig paaltjes in zijn leven eraf gesprongen. Hoe je hem ook zag in Rio springen. Dat paard heeft zo'n snelle reflexen en zo makkelijk. Lijkt me wel een keer genieten om op zo'n paard een rondje te rijden. Ja. En denk je dat je misschien wel een paard van dat kaliber onder het zadel hebt over een paar jaar? Ja, die hebben we al onder het zadel. Ja. Ja, dat is voor jullie in ieder geval te hopen. Nog even terugkomen op het bedrijf. Het is echt een familiebedrijf. Hè? Jullie hebben het samen met, je hebt samen met je broer Henk en jullie vader Henk Senior het bedrijf opgebouwd naar wat het nu is. Hoe is dat? Dat het echt een bedrijf is wat als jullie als familie hebben gemaakt? Een familiebedrijf is altijd lastig, want je werkt met familie, dus daar wordt altijd alles gezegd. Maar gelukkig kunnen wij ontzettend goed met elkaar opschieten en heeft iedereen zijn eigen taak. Dus de een doet wat meer advies, de ander doet meer verkoop, inkoop. Ik doe wat meer de logistieke organisatie, het sperma windstation, administratie. Dus iedereen heeft wel zijn eigen taak en daarbinnen werkt dat samen allemaal heel goed. Dus wij hebben wel een hele goede band ook onderling, maar ook een goede werkverhouding. Dat iedereen goed zijn eigen werk afbakert en wat denk ik heel belangrijk is, doet waar hij goed in is. Ja, en hoe denken jullie zelf, jullie kinderen zijn nog jong, maar opvolgers, hebben het idee dat die er straks zullen zijn? Dat is toch op een hoop paardenbedrijven wel eens een probleem dat het niet overgenomen wordt door de volgende generatie. Onze kinderen hebben belangstelling, dus dat vinden wij al heel erg fijn. Ze zijn natuurlijk nog redelijk jong, dus we moeten even afwachten hoe dat verder uitloopt en ontwikkelt. Maar de ambitie is er en als ze het goed kunnen en goed blijken te zijn, dan krijgen ze zeker alle kansen. En dat hoop je natuurlijk als ouders, dat je kinderen in de voetsporen kunnen treden en dat ze goed zijn. Maar dat is natuurlijk wel belangrijk. Ze moeten goed zijn en de kunde en de kennis hebben om het voor te zetten. Want dat is voor een paardenbedrijf natuurlijk het allerbelangrijkste om dat in huis te hebben. Hebben we nog vragen van de kijkers thuis op dit moment? Want we hebben namelijk een mooi cadeau. Dat hebben we overgenomen uit Duitsland. Daar doen ze dat ook al. Prachtige emmer voor degene met de leukste kijkersvraag. Emmer van Clip My Horse. Dat is op zich niet zo bijzonder, maar wel gesigneerd door de enige echte Zoe Snels. Oh, nou. Wel TN achter, hè? Zoe, wat vind je? Wat is de mooiste vraag die we van de kijkers thuis hebben gehad? Ja, dat is denk ik toch wel van hoe hou je paard fit en positief, ja, gezond. Fit en tevreden. Ja. Dat is toch wel iets denk waar alle ruiters mee bezig zijn. En dat is ook het moeilijkste stukje natuurlijk. Ja, dat is de vraag waar je het meest over na moet denken. Nou, hartstikke bedankt. Daar, jullie ook bedankt. De emmer gaat de kant op van de vraag stellen van hoe houden jullie paarden fit en tevreden? Zoe, dan heb ik nog één slotvraag voor jou. De Olympische Spelen is nog altijd je jongensdroom. Maar hier bij 10 mei of je carrière, is dat ook niet al een beetje een droom die is uitgekomen? Jazeker, ik heb
toen tegen mijn ouders gezegd dat het ooit een droom was om een dekhengst te mogen rijden. Nou, die rijd ik er onderhand al een paar. Dus die droom is al uit. En ik denk gewoon, zoals het nu allemaal gaat, gaat het heel mooi, denk ik. Ik denk dat we in een droom leven op het moment. Ja. Nou, dat is in ieder geval heel, heel goed om te horen. Hartstikke bedankt voor jullie aanwezigheid vanavond, voor de gastvrijheid ook, dat we hier met Clipmahorse aanwezig hebben mogen zijn. En kijkers thuis, heel erg bedankt voor het kijken. En graag op naar de volgende Op de Koffie Bij van Clipmahorse Nederland in een kleine maand. Dan hebben we hopelijk weer een mooie editie voor u klaarstaan. En gaan we dus ook weer bij een topruiter en of een springstal op bezoek. Voor nu hartstikke bedankt voor het kijken. En graag kijk dit weekend weer naar Jumping Amsterdam, waar we ook met Clipmahorse aanwezig zullen zijn. Bedankt.